35 mm, dus nou, voor de eerste keer is dat genoeg. Maar ik denk dat we over 3-4 dagen dit nog een keer doen. En dan helpt het eigenlijk pas echt. Dit is eigenlijk alleen maar om de grond nat te krijgen en om de scheuren een beetje dicht te laten gaan die nu in de bodem zitten. Johan Barendrecht is deze dagen druk met het beregenen van zijn gewassen. Gewassen groeien naar omstandigheden nog best redelijk goed. Ik verwacht geen superopbrengsten, maar redelijke opbrengsten. Het heeft al zo'n 2 maanden niet geregend en daarom is het beregenen noodzakelijk. Er is nu weer vocht in de grond en als je nou straks nog een keer beregent, dan slaan de aardappels wel weer aan de groeien, hoop ik. De aardappelmarkt is momenteel heel positief gestemd, omdat er toch, er gaan uiteindelijk gewoon minder aardappels geoogd worden. Maar ja, als daar uiteindelijk een betere prijs voor de boer aan hangt, dan hoeft dat voor ons per saldo helemaal niet negatief te zijn. Geen reden voor slapeloze nachten dus. Wij hebben altijd te maken met het weer en de omstandigheden kun je toch niet sturen. Dus in mijn optiek moet je daar je sowieso niet al te druk om maken. Je moet wel alleen zo goed mogelijk handelen naar de omstandigheden. Door de kleigrond in grote delen van Noord-Holland lijken de gevolgen van de droogte voor de landbouw mee te vallen. De gewassen hebben het zwaar en ze wortelen heel diep. Ze moeten het water van heel diep halen. Dus ja, dat kost uiteindelijk kracht die ten koste gaat van de opbrengst. En ja, dat zal landelijk zo zijn, maar ik denk als je bijvoorbeeld vergelijkt met de situatie in het oosten van het land of in Brabant, waar ze echt op zandgrond telen en waar ze niet overal een sloot hebben die vol staat met water, dan denk ik dat het hier in deze regio relatief gezien heel erg meevalt.